We vinden het als gemeente Capelle aan de IJssel belangrijk dat de zorg en het welzijnswerk voor alle kapellenaren toegankelijk en begrijpelijk zijn. Dus daarom organiseren we vandaag een themaochtend in samenwerking met VAROS. En we hebben een brede groep mensen hier aanwezig, waar we heel blij mee zijn, vanuit zowel zorg en welzijn, waarmee we samen nadenken over gezondheidsvaardigheden, hoe we de zorg en het welzijnswerk toegankelijk en begrijpelijk voor hen maken. En we willen ook het theoretische stuk voorbij, dus we gaan ook heel praktisch in workshops met elkaar nadenken. Mensen handvatten, geven, tips, adviezen, ervaringsverhalen. Zodat ze daarmee vanaf morgen aan de slag kunnen om de zorg en het welzijnswerk voor alle kapellen toegankelijk kunnen maken. Ik vind het heel fijn dat we elkaar hier ontmoeten, waardoor dus je elkaar leert kennen en de lijnen korter worden. Wij organiseren dit als Capelle vandaag samen met VAROS, omdat ten eerste VAROS gewoon heel veel kennis van zaken heeft en een fijne partner is. En we gunnen onze Capelle naar een lang en vooral gezond leven. VAROS is het landelijke expertisecentrum voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. En een van de belangrijkste aspecten van het terugdringen van die verschillen is aandacht schenken aan gezondheidsvaardigheden. Want wat we wel eens vergeten is dat niet iedereen even vaardig is om gezond te leven of om zijn weg in de zorg te vinden of in een welzijnsland. En om daar meer bewust van te worden met professionals en met ambtenaren in de gemeente Capelle hebben we 4 workshops georganiseerd. Een workshop over hoe werken we dan eigenlijk samen als professionals op dit thema. En een workshop over is mijn eigen organisatie eigenlijk wel gezondheidsvaardig? Ben ik wel goed te vinden? En een workshop over preventie. Hoe toegankelijk is mijn preventieaanbod eigenlijk? En als laatste, hoe werken we nou met alle bewoners in Capelle samen? En hoe bouwen we daarmee een duurzame relatie op? Ik wilde heel graag kennis maken met mensen uit het werkveld. We spreken elkaar heel vaak door de telefoon. Dus het is nu heel fijn om gezichten te zien. Ik vind het ook fijn dat het vanuit VAROS georganiseerd is. De workshop ging over preventie. En VAROS heeft daar een mooi schema van met allemaal verschillende gebieden waar je op kan letten. En ik moest eigenlijk meteen aan mijn eigen website denken, Mantelzorg Capelle. Dat ik denk, die is echt niet B1 en er staat veel te veel tekst in. Ik heb onlangs wel meteen bovenaan het telefoonnummer van ons neergezet. Want dat had ik van iemand gehoord, laat mensen ook bellen.